Petrus, niet voor engeltjes. Jens Naessens, gefeliciteerd met de zege op Leuven. Gefeliciteerd met jouw doelpunt. Terug matchwinnaar na Kortrijk thuis. Ja, dank u. Het was dus deugd om hier weer matchwinnaar te zijn. Ik denk dat het verdienst is van heel de ploeg. We hebben een goede wedstrijd gespeeld en we verdienen hier gewoon te winnen. En dat was het. Wat mij opvalt is, Jens Naessens scoort enkel bij invalbeurten. Ja, ik heb daar ook al een keer over zitten nadenken. Ja, okay, het is nu toevallig, denk ik. Maar op Henk heb ik bijvoorbeeld ook gescoord als starter. En maar werd die goal bijvoorbeeld onterecht afgekeurd. Dus ja, ik ga proberen als het om nog een keer te doen als basisspeler. Ja. Moeten we Jens Naessens volgende week terug op de bank verwachten? Ik weet het niet, ja. Het is keuze van de trainer. Maar ik ga alles mijn best doen op training deze week. Dus ik dat ik altijd doe en dat zullen we wel zien. Wat vooral stoorde nu deze week, of de voorbije twee weken, was die 0-6. Maar Franky Durie onthoudde vooral die vijfde plaats na 6 wedstrijden. Heeft hij jullie ook zo kunnen motiveren voor deze wedstrijd op Leuven? Ja, ik voelde wel misschien aan een trainer dat hij iets meer druk op ons legde na die 0-6. Dat echt wel meer van moeten was nu. Maar ik denk dat vertrouwen gewoon niet weg was in de ploeg. En we hebben dat ook getoond vandaag. En nu is vertrouwen er gewoon weer 100%. En kunnen we volgende week tegen Anderlecht zonder druk die wedstrijd spelen. Vandaag is het nogmaals bewezen. In het voetbal kan het zeer snel gaan. We behaalden 0-6 de laatste twee wedstrijden. Maar door deze zege staan we meteen terug op de tweede plaats. Nu zaterdag volgt de wedstrijd tegen Anderlecht. Meteen ook de tweede plaats als inzet. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat we daar nu niet echt moeten naar kijken. Voor op die tweede plaats te blijven. We gaan dat zo lang mogelijk proberen te doen. Maar ik denk nu niet dat Anderlecht een concurrent is voor ons. En ik zeg het, dat we die match gewoon zonder druk mogen naartoe gaan. En dan zien we wel.